Die tuin, die mooie tuin, daar bergt een geheim. Een geheim dat je niet ziet. Als je dus naar Gethsemane kijkt, is die prachtige tuin niet meer zomaar een mooie tuin. Maar vanwege de oliepers is het een Gethsemane. Om de mens te veranderen, om jou en mij echt te veranderen, moest de beker helemaal gedronken worden. Wat een liefde laat Gethsemane ons zien, dat de Vader en de Zoon samen de weg zijn gegaan.